Indonesië schreeuwt om verlossing. En die roepstem moet in Nederland worden gehoord en beantwoord. Je wist dat duizenden jongens die met diezelfde schepen voor de geallieerden zijn vervoerd, die zijn nooit meer teruggekomen. En wie weet gebeurt dat ons ook. En die band had je dus daar in dat Indonesië toch wel ernstig nodig. Hoor. Om met z'n allen daar doorheen te komen. Van een peloton met sterkte van 38 man zijn er 5 gesneuveld en 8 gewond. Mijn beste vriend, soldaat Monsieur Pardoux, die overleed, die viel bovenop mij. Armen afgesneden, geslachtdelen afgesneden. Het is onvoorstelbaar wat een mens dan kan doen. De vent rechts van mij, die kreeg een schot in zijn hart. Die was kapot. En ik kreeg zelf een schot in mijn arm. Het was maar een kwestie van een 50, 60 meter naar die kampongrand. Toen hebben we dus die zaak geliquideerd. Tijdpotlood moest dan en dan afgaan, dus we waren natuurlijk wel de oren gespitst. En ja, op een bepaald moment dacht ik daar, reuze knal en woem, ging dat ding de lucht in. En wij reuze blij zijn, zo van deze ellendelingen zijn we af met hun mijnen en hun trekbommen en zo. En die zei, maar jij moet het doen. Ik zeg, god, dat kan ik niet hoor, Dick. Ik heb nog nooit voor de radio's, maar ik heb er helemaal geen verstand van. Nasution zei, ik ordoneerde de totale guerrillaoorlog. En wat houdt dat in? Ik zei, dat heb ik aan de lijve ervaren. Hij zei, precies, jullie hadden demarcatielijn. Nee, voor ons was het slagveld heel Indonesië. En uiteindelijk vonden ze de eerste jongens die gesneuveld waren, vonden ze. En toen vonden ze ook Harry Swenkels. En ja, die hebben mij dus onthoofd teruggevonden. Ik kan je wel vertellen dat er voor mij geen dag voorbij gaat, en dat meen ik echt, dat ik op een of andere manier even aan India denk. Dat er altijd meer vragen dan antwoorden zullen blijven. Het heeft geen zin om voor een dag van morgen vandaag te vullen met je zorgen. Leg neer je last en slaap. Want er zijn neer je last en